Het wordt tijd dat het eens gezag wordt. Gissen met de politieke, ja. Lekker ga je in de ballenbak. Gissen met de politieke, ja. Lekker worden van de harde. Wat is dan het antwoord, soort gevrouw? Ik zal geen ja of nee zeggen. In plaats van dure koopwoningen moeten er meer goedkope huurwoningen worden gebouwd. Nou, of dat zo is, dat is afhankelijk van de vraag en de behoefte. Het is zonder meer zo dat wij in onze gemeente, we zien een uitbreiding van de werkgelegenheid. Dat maakt dat mensen ook hier moeten, zouden willen kunnen wonen. Dat is een aantal woorden achter elkaar. Dat betekent dat er iets moet zijn dat past bij hun wens, maar ook bij hun beurs. En we zien natuurlijk dat er werkgelegenheid is dat, die om handjes vraagt, maar ook werkgelegenheid die om hersens vraagt. Die diversiteit die hebben we. Dus we hebben ook een divers aanbod nodig aan woningen. Voor een deel kan de private markt dat regelen en voor een deel hebben we daar de woningcorporaties voor. Om de winkelgebieden in Sittard en Geleen aantrekkelijk te maken, mogen nieuwe winkels alleen nog in de centra komen. Ja, ik begrijp de centralisatiegedachte, begrijp ik heel goed. Maar ik zie ook winkels ontstaan in kleine kernen, in wijken. En dat zijn vaak kleine winkels die een service of een bijzondere kwaliteit bieden dicht bij de mensen. En ik denk dat je die beleving voor de gemeente moet bieden en voor de burger. Dus niet alles centreren in het centrum, maar ook speels winkel nieuwe concepten toelaten op andere plekken. Inwoners met een laag inkomen hoeven geen eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp te betalen, ook al kost dit de gemeente geld. Ja, dat is een redelijk zo'n zwart-wit stelling. Wanneer het gaat om de besteding van middelen voor mensen die een behoefte hebben, dan zou je gewoon naar de individuele gevallen moeten kijken. Dus natuurlijk, er zijn basisregels, die passen we toe. En in de uitzonderlijke gevallen, daar waar aantoonbaar het zo is dat mensen een extra impuls of ondersteuning nodig hebben, dan moeten wij dat als gemeente ondersteunen en regelen.